Wat hebben burgemeester Paul Scheffer en Sherlock Holmes met elkaar te maken? Wat is het verband tussen de oldtimer Elfstedentocht en de blikken dominee? Ja, die van Tararaboemdie. Zaterdag kwamen al die zaken samen bij de aanbieding van een door Simon Vuik geschreven boek over een moord in Harlingen. Dominee Barger schoot 120 jaar geleden zijn dienstmeisje en stille geliefde dood. Ik zit net op een terras aan de Noorderhaven als van alle kanten de oldtimers binnenrijden. Vandaag gaan we terug in de tijd met oude auto's en een oude moordzaak in Harlingen. Sherlock Holmes staat bij zijn stempelpost, op de uitkijk en wachtend op een bijzondere auto met een bijzondere gast, de schrijver Simon Vuik. Goedemiddag. Zaterdagmiddag ging Harlingen terug in de historie. Sherlock Scheffer, burgemeester en speurneus van de havenstad, stempelde de oldtimer Elfstedentocht en ontdekte de schrijver van het moordboek over Harlingen in de historische auto van oud-wethouder Frans Somers. Twee Harlingenzangers, Wiebe van Dijk en Wietse Hempenius, zongen het lied over de Harlingen moordzaak en burgemeester Paul Scheffer kreeg het eerste boek. Een verslag van Clemens van der Zwet. Als geen ander weet Sherlock Holmes in Harlingen de weg. En met veel geduld wordt deze man de weg gewezen. En dan, uit al die honderden oldtimers, weet Sherlock Holmes feilloos de fort van oud-wethouder Frans Somers eruit te pikken. Tijd voor een officieel moment en het aloude lied met deels nieuwe tekst, Tararaboemdie. Een timmerman uit Amsterdam, die altijd naar de kerk toe kwam, kreeg een zomaar bij de dam, rokkenjager altijd lang. Die Johan Barger predikant, hervormde niet en erfde dan, geen gevoel maar veel verstand, daar vertrouwd naar Zuid-Holland. Allemaal! Tararaboemdie, de blikken dominee, die schoot met ruiteloos zijn arme naaister dood. Nu zit hij in de kast, al aan een kast vast. De jongens roepen lui, hij komt er nooit meer uit. Allemaal! De rikke dominee, die schoot de kruiteloos je arme naaister dood. Nu zit hij in de kast, al aan een ketting vast. De jongens roepen luid, hij komt er nooit meer uit. Twee keer wekelijks, twee jaar lang, seks verboden zonder bang. 10 geboden in gedrang, zonder spreken, vroom gezang. In de winter ging het mis, afguns, woede, droevenis. Wapensdrang, verdommenis, stille tocht begraven. Allemaal, daar komt ie weer! Een dominee, die schoot zijn kruiteloos, zijn arme naaister dood. Nu zit hij in de kast, al aan een ketting vast. De jongens roepen luid, hij komt er nooit meer uit. Nog één keer! Tararaboemdie, de blikken dominee, die schoot zijn
kruitenlood, zijn arme naaiste dood. Nu zit hij in de kast, al aan een ketting vast. De jongens roepen uit, hij komt er nooit meer uit. En daarom een hartelijk welkom aan Simon Fuik, een auteur die een boek geschreven heeft over twee waar gebeurde krimis in het Harlingse. Hartelijk welkom. Ik kan het u van harte aanbevelen. Het begint op 24 juni 1847, het aardappeloproer. Nou, het doet mij zeker denken aan een aantal discussies heden ten dagen, maar begint u vooral in dat boek en daarom nu het woord aan Simon Fuik. Dank u wel, burgemeester. Ja, het is een geweldig mooi moment natuurlijk, zo een zon overgoten. Zaterdagmiddag in de 21ste eeuw, toch even met z'n allen terug naar ruim 120 jaar geleden. Het lijkt een hele lange tijd en toch bij het maken van dit boek heb ik steeds gedacht, het is allemaal eigenlijk net als gisteren. Want de plekken hier in Harlingen die in het boek voorkomen, staan er allemaal nog. Toen we besloten om hier vanmiddag te gaan staan, dacht ik, het is toch mooi dat de blikken dominee deed iets heel gruwelijks. Hij pleegde een moord, hij vermoordde zijn minnares, waarvan niemand wist dat zij 2 jaar lang een geheime relatie met elkaar hadden gehad. En waar woonde dat meisje? Dat meisje woonde hier verderop, in de bloemenbinderij, de Klimop. Dat pand staat er nog. En als je dan realiseert dat daar op zo'n bijzondere manier geschiedenis is geschreven, dat je er gewoon elke dag langs kan lopen. Alleen al dat is bijzonder. De vader van Harlingen, die verdient het eerste exemplaar. Dus burgemeester, bij deze. Dankjewel.